de eerste taxatie kwam, toen ging er ook meteen een heel stuk vanaf. Toen dacht ik echt, het waren twee fantastische dagen. Ja. Ja. Met deze kever reden we naar Beijing en Kaapstad. Onderweg hebben we grenzen verkend en bijzondere mensen en culturen ontmoet. Nu rijden we met kleurrijke mensen uit het vastgoed langs en soms over de digitale grenzen op zoek naar innovatie. Oké, let's go! Thomas, we rijden door Amsterdam weer in de oude vertrouwde kever. Alweer de laatste aflevering van het tweede seizoen. En we zijn dit keer onderweg naar Gert-Jan van der Baan, CEO Versteda. Wat weet jij over Gert-Jan? Gert-Jan, even kijken, volgens mij nu een kleine 5 jaar aan het roer bij Versteda. Doet veel aan innovatie, zegt alleen zelf niet een innovatiebedrijf te zijn, maar echt een belegger. Om even een parel uit zijn collectie te noemen, aan de Boelelaan, aan de rand van de Zuidas, heeft hij een enorm flatgebouw uit 65 echt een nieuw leven gegeven. Ja. Hij heeft op de veiling, volgens mij de halve quote 500, is hij te snel af geweest. Iedereen vond het een heftige exercitie, maar hij heeft zijn succes wel bewezen daar. Nou, mooi. Laten we gaan kijken. Gert-Jan, we rijden midden door Amsterdam. Waar breng je ons naartoe? Ja, naar de Amstel Tower. Je ziet hem daar in de verte rechts al een beetje opdoemen. Ja, ja. Dat is een project dat vorig jaar is opgeleverd. Kijk. Ja, dat hebben we in 2014 hebben we daar ja tegen gezegd. En hoeveel huurders wonen daar? Het zijn 192 appartementen. Ja. Die zijn allemaal voor ons, allemaal huurwoningen, allemaal ongeveer 50 vierkante meter. Dus dat zijn mensen die daar alleen wonen of met z'n tweeën. Ja. En daaronder zit nog een hotel, dat is van Bouwinvest. Ja. Maar de woningen zijn allemaal van ons. En Provast heeft het ontwikkeld. Oké, Gert-Jan, je hebt ons meegebracht naar de Amstel Tower. We staan voor de Amstel Tower. Ja. Waarom heb je ons naar dit project gebracht? Nou, het gaat natuurlijk ook een beetje over innovatie en dit project was destijds best wel nieuw, omdat het hele kleine woningen zijn, waar we eigenlijk weinig referenties voor waren. Dus we wisten niet zeker of daar echt vraag naar zou zijn. Ja. En ook omdat het in zijn geheel digitaal is verhuurd. Dus mensen hebben een huurovereenkomst getekend zonder dat ze de woning daadwerkelijk gezien hadden. En dat is spannend of dat lukt überhaupt, of mensen dat bereid zijn om dat te doen. Maar ook wil je niet dat dat de woning er digitaal zoveel beter uitziet dan in werkelijkheid. En de woningen zijn allemaal verhuurd en we hebben ook geen klachten gekregen dat we het te mooi hebben voorgespiegeld. Als ik nou zeg het woord Versteda en innovatie, wat popt er dan het eerst bij jou op? De gedeelde voorzieningen, dat is eigenlijk wel iets wat ik denk dat een trend is die zal doorzetten. Het systeem waarbij je internet aankopen thuis kunt laten bezorgen. Het zijn allebei geen hele baanbrekende dingen. Als jij kijkt naar echt innovatie, dan zou ik willen zeggen die 3D geprinte woningen die we aan het bouwen zijn. Dat is wel iets waarvan ik denk dat kan wel echt een gamechanger worden. Omdat de bouwkosten en bouwtijd daar enorm mee kunnen worden verlaagd. En wat heeft dat dan voor een impact uiteindelijk op jullie business? Nou, ik denk als je de bouwkosten kunt verlagen en de bouwsnelheid kunt verkorten, dan zal dat uiteindelijk kunnen leiden tot betaalbaarder wonen. Dat 3D-project is natuurlijk een pilot. Zijn pilots een basis in de strategie van Versteda? Ja, als je wil innoveren, dat je beter gewoon klein kunt beginnen met iets en ook snel tot de conclusie kunt komen als het bijvoorbeeld niet lukt, dat je dan ook gewoon stopt. Dus wij doen heel veel met pilots, waarbij we tegen relatief beperkte kosten met iets starten, het proberen en als het goed is ga je naar een volgende versie werken. In tegenstelling tot vroeger dat er gewoon heel lang werd gedacht om iets op papier tot in de perfectie te maken en dan meteen op een hele grote schaal toe te passen. Ik geloof dat prototyping wordt het ook wel genoemd, dat echt de manier is om te innoveren. Ja.
Ja, Gert-Jan, jullie hebben heel veel pilots op innovatie inmiddels achter de rug. Kun je ons delen in de learnings die jullie, belangrijke learnings die jullie daaruit oppikken? Nou, een belangrijk principe bij die pilots is dat je, als het niet werkt, moet je ook gewoon snel stoppen. En niet bang zijn om dan, ook al heb je er wat in geïnvesteerd, om dan te zeggen we stoppen ermee. Recent hadden we een app op gebied van feedback en performance meting voor medewerkers. Ja, dat bleek gewoon niet te werken. Ja, dan moet je er ook gewoon mee stoppen en niet proberen de mensen in een soort keurslijf te duwen. En pilots die wel succesvol zijn, ja, die moet je daarna gewoon verbeteren met iteraties. En op een gegeven moment pas opschalen als het ook echt blijkt te werken. En ook, je kan wel denken, ik heb een innovatie en ik ben daarmee monopolist. Ik hou het voor mezelf. Daar geloof ik eigenlijk ook niet in. Het moet eigenlijk breed gedragen worden, ook door de markt. Daar zijn we maar niet de enige. Want je kan toch niet in je eentje gewoon altijd maar tegen de stroom inroeien. Je hebt gewoon medestanders nodig. Ja? Ja. Vier wielen er doorheen? Ja, gewoon. Ja. De brief er niet. Koenk! Nice. Hij heeft wel eens gemist. Ja. Gert-Jan, we hebben je net opgehaald op jullie nieuwe hoofdkantoor. Kun je ons iets meer vertellen over dat project? Het was de eerste aankoop van Vesteda na 5 jaar van stilstand in mei 2014. Best wel spannend, want het was ook een atypisch project. Het was een corporatieflat uit 1965, ja. Die we helemaal leeg opgeleverd kregen. Met ook nog een best grote kantoorruimte eronder. En hij werd toen geveild. En er waren 10 bieders. En wij waren de hoogste. En de andere 9, dat waren allemaal mannen uit de quote. En die daarna natuurlijk, zoals dat gaat bij veilingen, riepen dat wij te veel hadden betaald. En toen de eerste taxatie kwam, ging er ook meteen een heel stuk vanaf. Toen dacht ik echt, het waren 2 fantastische dagen. Ja. Ja. Maar de tijd heeft ons daar ook enorm in geholpen. Ik denk dat we iets te veel hebben betaald toen, dat is echt wel zo. Maar om daar 154 woningen in dat middensegment te kunnen realiseren door volledige renovatie plus ons kantoor te maken, wat is samengevoegd uit 3 kantoren, dat had een kantoor in Maastricht, in Zuidoost en op de Zuidas, is het gewoon wel een heel goed project geworden. Ja, en ook daar niet alleen geïnnoveerd op product, maar ook op een aantal andere zaken, begreep ik. Ja, we hebben behalve dat die woningen natuurlijk gewoon helemaal gerenoveerd zijn en geschikt zijn voor mensen die er alleen wonen of samen wonen, maar ook zogenaamde friends, hè, mm-hmm. met vergelijkbare slaapkamers, hebben we daar een groot dakterras gemaakt, wat jullie hebben gezien, wat voor gezamenlijk gebruik is. Een autodeelproject waar zowel bewoners als medewerkers gebruik van kunnen maken. Ja. En ook met die Bring Me boxen waar je internet aankopen kunt laten bezorgen. Ja. Ja. Dus jullie leven je eigen filosofie daar? Nou ja, als je het hebt over pilots, hè, dan is dit er eigenlijk ook één. Het is ons hoofdkantoor. We zitten onder onze huurders. Ja. Dus we staan er ook mee in direct contact. Ja. En we kunnen er ook dingen proberen die, als ze succesvol zijn, die we kunnen toepassen in andere projecten in het land. Gert-Jan, we rijden zo terug naar de Boelenlaan. Wat zou je mee willen geven aan vastgoedland als het gaat om innovatie? Innovatie kan natuurlijk een heleboel doelen dienen. Ik denk dat op dit moment het allerbelangrijkste uitdaging voor ons land is het enorme tekort aan betaalbare woningen. Dus innovaties die bijdragen aan die betaalbaarheid en dus daarmee aan de koopkracht van mensen, daar zou het meeste aandacht aan moeten worden besteed. Jan, bedankt. Mooi verhaal. Leuk dat je er was. Ja, super. Ook dank voor de leuke uitnodiging. Ja.